Van zo'n 7000 stadjers die een uitkering krijgen, weet het stadsbestuur weinig of niets. De groep heeft al langer een uitkering en een baan lijkt niet bereikbaar. Ze kregen de afgelopen jaren weinig aandacht. Er werd geïnvesteerd in mensen die nog wel kans op werk hadden. Sinds het najaar gaat de gemeente bij deze mensen langs om met hen te praten over wat ze willen en kunnen. Ja, we zijn heel hard bezig om mensen in beeld te krijgen die een uitkering hebben. Want we hebben heel veel mensen eigenlijk heel lang niet gesproken. En proberen hen ook op een manier te benaderen die open is, die geïnteresseerd is. En we kijken gewoon met mensen, nou, wat zou je graag willen en kunnen. En dan blijkt dat er een heleboel mensen zijn in de stad die graag ook meer zouden willen participeren dan ze doen. En wij proberen hen daarbij te helpen. Tot nu toe zijn ruim 750 mensen benaderd, meer dan de helft werkt mee. Van 30 mensen denkt de gemeente dat ze toch in staat zijn om te werken. Deze mensen krijgen begeleiding bij het vinden van een baan. We zien dat zo'n 40% van de mensen die gesproken zijn zeggen, goh, ik zou wel meer willen participeren. En hen begeleiden we dus om dat ook te kunnen gaan doen. De gemeente zet mensen in die hun kunnen helpen bij het vinden van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de wijk. We hebben ervoor gezorgd dat we iedereen die een gesprek heeft, dat er ook een vervolg voor is. En soms kan dat zijn dat je via een participatiecoach begeleiding kan krijgen. Soms is er ook helemaal niks nodig. Soms kun je naar een wijkteam gaan, soms kun je naar ons centrum naar werk gaan. Maar we zorgen ervoor dat de mensen ook eventjes vasthouden en dat ze echt de volgende stap kunnen zetten zoals zij dat zelf willen. In de stad krijgen ruim 10.000 stadjers een uitkering. De gemeente Groningen wil de komende tijd met hun in gesprek, onder de noemer Kansen in kaart.